laatste aflevering van CookTV 2019. Ja. Hey jongens, laatste aflevering van het seizoen. Echt veel dingen gedaan. En we weten weer niet wat we gaan doen. Nee. Dus oh, een envelop, in beeld. Lieve CookTV-kast. Het einde van 2019 is in zicht. Dus ook de allerlaatste aflevering CookTV van dit jaar. Dit moeten we uiteraard feestelijk vieren. Wat vinden jullie ervan? Om dat in de enige echte Coca-Cola kerstdruk te doen. Hey, ja, heel toevallig staat hij hierachter, hè? Zullen we naar binnen gaan? Nee, want jongens, kerstmis vind ik niet compleet als er geen cadeaus zijn. Dus laten we het doen. Wij kopen een cadeautje voor jullie en jullie kopen een cadeautje voor ons. Ja. Iets wat je voor altijd bij je kan houden. Ja, dat vind ik wel leuk. Gaan we dat nu kopen dan? Ja, nu. 3, 2, 1, go! Rustig. En we gaan Oké, Puk en ik zijn een beetje aan het rondzoeken. Wat is nou leuk om aan de Coolbox jongens te geven? Zij willen ons natuurlijk wel altijd in hun hartje houden. Dus we moeten iets maken met onze hoofden erop. Ze hebben wel bijna altijd een pet op. Oh ja. Ja! Oké, laten we dat ook even opdoen. We zijn er! Hallo! Kijk dan, Anne! Neem een colaatje mee, Dankjewel! Wat mooi! Wat te gek dit! Zo, nou, laat onze cadeaus, ik wil Tim en Niek maar komen. Oh, wij staan hier. Oké, Tim, we moeten een cadeautje kopen voor Anne en Puk. Ja, maar laten we even kijken op deze mooie kerstmarkt. Zo zeg, flitsend hoor, flitsend pakkie. Kerstboom, is het een mooie kerstboom? Ja, wel een beetje groot. Ja, dit voelt wel heel lekker zacht hoor. Is toch lekker zacht? Dat is lekker. Kom, we gaan. Oh nee, wacht nog even. Oké, kom. Nee, wacht nog even. Mick, het is nu echt tijd om een cadeautje te vinden. Jongens, wij hebben echt het leukste cadeau ooit voor jullie gekocht. Wat? Zou je misschien even je hoed af willen doen? Ja. Oké, doe je ogen maar dicht. Jullie mogen kijken! Ah, een petje. Nice! Het staat echt goed! Dan hebben wij natuurlijk, dames, ook een cadeautje voor jullie. Kijk, we hebben nu natuurlijk beide een jaar CookTV gemaakt. Jullie zijn de Frischicks en wij zijn de Coolbox. Dus we dachten, zodat jullie altijd aan ons kunnen denken, krijgen jullie je eigen Coolbox. Inclusief inhoud, hè, dames. Die sluit je dus gewoon aan via USB en dan is hij gewoon koud. Ik ga deze op mijn bureau zetten. Ja, bedankt, lieve mannen. Nou, dames en heren, ik ben er. Ja, dag meneer Kerstman. De enige echte Kerstman. Ik heb een geweldige quiz voorbereid en kijk eens even. Voor de puntentelling. Eens even kijken. Deze is voor jou. Oh, bedankt. En jij krijgt deze. Nou, laat dat brein maar eens even lekker werken. Ja. Oh, meneer Kerstman. Merry Christmas. Lieve CookTV-kast, van harte welkom in de Coca-Cola kerstdruk. Het einde van 2019 is in zicht, een mooi moment om eens stil te staan bij het afgelopen jaar. Wat waren bijzondere, mooie, grappige, leuke en misschien minder leuke momenten die jullie met CookTV hebben meegemaakt? Minder leuke momenten kan ik meteen bedenken. Dat is namelijk de laatste aflevering waarbij ik de hoogte in moest. En dat hadden jullie bedacht, hè? Ja, dat was een goed idee. Ik kan wel janken. Deze laatste aflevering van het jaar kunnen we natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder een kleine battle. Wie weet het meeste van CookTV Coolbox en wie weet het meeste van de CookTV Frischicks? Vorm twee teams. Team Frisbox, Puk en Tim. Team Coolchicks, Anne en Nick. De vragen over de Frischicks worden beantwoord door de Coolboxers en andersom. Wie het eerst zijn kerstbel laat horen mag antwoord geven. Is het goed, punt in de pocket. Is het fout, dan krijgt de tegenpartij nog een kans. De winnaars verdienen eeuwige roem. De verliezers krijgen het podium om een muzikaal optreden te geven. Oh nee. Ben ik echt blij dat ik bij Anne zit. Die kan heel mooi zingen. Start de quiz. Vraag 1. In aflevering 1 van afgelopen seizoen moesten Puk en Anne de hele dag overal ja op zeggen. Dit resulteerde er in dat Puk haar haren moest verven. Oh, ja. Welke kleur? Ik was eerst. Roze. Heb jij een beetje zin om je haar helemaal roze te verven? Yes! Come on! Vraag nummer 2. In Coolbox aflevering 8 werd Niek omgetoverd tot Nicole Miller. Matthijs Geuze heeft deze wonderbaarlijke transformatie tot stand gebracht. Wat is de dragnaam van Matthijs? Oh, ik weet het niet. Dragalicious. Priscilla. Mag ik jou voorstellen aan Miss Katje? Ik ga vandaag jouw moeder worden.
Miss Cartier. In het kader van vakantie in eigen land zijn Puk en Anne naar Friesland gegaan. Welke twee lokale delicatessen hebben ze daar geprobeerd? Dit is wel moeilijk. Fries suikerbrood. Nee. Friese dunkers. Kom op, oranje koeken en kruidnageltjes. Dankjewel. Alsjeblieft. Heel lekker. Volgende vraag. Tim is in de challenges misschien wel het verst gegaan in 2019. Hij heeft een echte piercing laten zetten. Waar? Nou, maar ik was eerder. Nou, nee. Dat weet ik niet hoor. Kunnen we die even terugkijken? Dat was toch wel echt precies tegelijk. Ja. Teenschaar papier. Wat zei jij ook, navel? Ja, ja, ja. Nee, onder of boven? Boven! Huh? Maar, nou, dat heb ik toch echt wel gewonnen. Oké, okay, je hebt gewonnen. Ben je er klaar voor? Die diamant ook. Ja. Holy. Hey, vraag nummer 5. Anne is genomineerd voor meerdere Music Awards. Noem één van de categorieën. Ja, dat was de eerste. Ik ben bijna tegen mijn hoofd. Beste regisseur. En gefeliciteerd, hè, daarmee. Ja, super tof. Hoe heet het productiebureau van Tim en Niek? Tante Tudu. Oeh, heet het dorp waar Puk is geboren? Ik ga gokken. Sint-Pubbelen-Wutskum. Nee, ik weet het. 5, 4. Nee, niet zo snel een seconde. 2. 1. Babylonian Broek, jongen. Hoe lang zijn Tim en Niek al vrienden? Ze zijn 20 jaar vrienden. Dat is niet goed. Ik denk dat jullie 18 jaar vrienden zijn. 15. In de zwaardgevecht aflevering strijden Puk en Anne om een blikje Coke Zero. Wie gaat er met de trofee vandoor? Puk. Nee, je hebt het echt niet gekeken, Tim. Shit. Ik denk Anne. Nee! En jij maar denken dat je een punt had. Hè? Ik rekende mezelf al totaal rijk, ja, inderdaad. Ja. Niek heeft dit jaar een zeer duurzaam en voedzaam diner voorgeschoteld gekregen van Tim. Welk insect zat er in het eerste gerecht? De soep die Niek kreeg. Meelwormen. Prinkhanen. Nee, het waren huiskrekels. Het belangrijkste ingrediënt natuurlijk. Zo. Is dit genoeg, denken jullie? Ja, het schijnt gezond te zijn, hè? Dus hoppa. En dan hebben we gerecht 1. We hebben net vraag 10 gehad. Gaan we door naar bonusvraag. Wie zit het dichtste bij het antwoord op de volgende vraag? Jullie krijgen 20 seconden om het antwoord te bedenken. Hoeveel Coke TV-video's zijn er in totaal? Dus niet alleen dit jaar, in totaal. De eerste visjes, dat vind ik leuk. Ja. Dat zijn 52. En die andere die deden het gewoon 2 keer per week. Ja. Hoeveel jaren waren er? 4 in totaal. 4? Ja, ja, ja. Het eerste deze in Jeske. Je hebt het 2 jaar gedaan, toch? Nee, dat heb ik 1 jaar gedaan. Zeker? Volgens mij wel. Okay. Ja, ja, ja! 318. 206. Nou, laten we kijken. 426! Yeah! Zometeen gaat het verliezende team een liedje spelen, maar eerst nog een klein kerstcadeau. Ik hou van cadeaus. Wat gaan we krijgen? Tik erop. Ja? Ja? Gaan we kijken? Dag mevrouw, wat vieren wij vandaag? Lekker eten, lekker drinken, met z'n allen, dit gaat alvast. Lekker nee, meer vrienden. Pull up all black, get it right quick. Yo girl on my side, she my sidekick. First round draft, that's the right pick. 3, 2, 1, let's get it. I've been the coldest, pockets go deeper than the ocean.
cadeautje doen. Oh, wat hebben we een hoop dingen gedaan, hè? Laten we afsluiten op het plein. Ja. Ja. Het is tijd om het liedje te spelen, denk ik, toch? Ja! Performance! We hebben een podium voor heel het markt hier. Voor heel Leiden. Spannend. Oké, daar gaan we. Lieve kijkers, er is weer een jaar voorbij. Het jaar 2020, dat komt wat dichterbij. En na zo'n prachtig jaar, wat moet je dan doen? Natuurlijk samen terugblikken op een prachtig seizoen. Tim en ik streden tegen elkaar door het gehele land. Maar uiteindelijk werd het 7-7, de gelijke tussenstand. Een jaar lang elke week uit de comfortzone. Nick won de battle, want die sprong in het donker uit de bal. Dan de Frischchicks. Een jaar vol gek vertier. Zij deden dit jaar alles op een andere manier. Van honden uit laten tuinieren tot zingen in koor. Zo zie je maar, er zijn meerdere wegen dan rechtdoor. Alles komt een eind, lieve kijkers, dit was het dan. Je kunt alles terugkijken, dus geniet er nog maar van. Voor ons is Kook TV 2019 echt klaar. Voor iedereen die kijkt en heel erg fijn nieuwjaar. Dat was hem. Dankjewel. Wat was het mooi, hè? Wat moeten wij zeggen hoe goed jullie het gedaan hebben. Ja, nou, dankjewel. Okay, ik ben blij dat jullie verloren hebben, want nu klonk het nog een beetje. Ja, inderdaad. Ik denk, Puk, als wij dit gedaan hebben, dan was het niks geweest. Nee, dan was het niks. Nou, jongens, vonden jullie het een leuke video? Laat het even weten in de comments. Ja. Vergeet niet te abonneren, hè. Je kan ook onze video's weer terugkijken van het afgelopen jaar. Wat was het een bijzonder jaar. Ja. En we gaan jullie missen. Dit was de laatste aflevering van Kook TV 2019. Dank jullie wel voor het kijken en een fijne tweede kerstdag en een heel gelukkig nieuwjaar.